Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Dan Vrijns. Ik heb al tijd niet meer gevoetbald, maar speciaal voor dit trek ik toch nog even mijn voetbalschoen aan. Ik ben Bo Faber, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben supporter van Rijnsburgse Boys. Mijn vader heeft hier altijd gespeeld. En een super leuke tijd gehad en nu ga ik die leuke tijd hier zeker ook beleven. En nu gaan we call uit penalty. Ding! Nou, om toch nog even te bepalen wie er toch echt moet beginnen, even pooi steen puur schaar. Ja, ja. Ja, voor mij... Ja, ik begin. Ik begin. Ik mag bepalen in welke hoek Bo moet gaan schieten en ik zeg links midden. Ja, dat was het niet helemaal. Rechts onder. Komt ie. Ja, maar wat? Ik zou zeggen in de midden boven. Oké, goed. Rechte kruising. Nee, ja, bent niet goed. Rechte kruising. Ja, om toch even beter terug te pakken. Linker kruising. Midden in de boven, in het dak. Midden in het dak nog wel. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, het is helaas geen crossbar challenge, want anders had ik al 1-0 gestaan. Maar dat komt nog wel. Ik zeg... een beetje links bovenin, maar niet strak in de kruising. Gewoon een beetje tussen. Ja, gaat niet lukken hoor. Ja, toch goed. Joh. Ja, ja. Nou, dan ga ik jou ook even iets leuks geven. Je mag hetzelfde doen als ik. Ja, ik vind het niet heel leuk. Niet helemaal Nog even eentje dan. Ik zou zeggen rechts strak in doekie. Oh. Nee, ja dat is het. Ja, even eentje om hem eigenlijk terug te pakken. Ik laat hem net over de action camera heen schieten. In het goal, maakt niet uit waar. Nou ja, natuurlijk door het midden, niet dat je hem naar links schiet. Maar er net overheen. Succes. Ik vind het eigenlijk een beetje, ja, soort van die standaard worden. Ja, dat vind ik ook wel. Misschien kunnen we een beetje leuke trucs doen. Ja, bona, ja dat maakt het maar lekker moeilijk, hè. Nou, wat wordt het? Gewoon zoals een beetje luisteren. Zo slecht. Ja, die zat er gewoon in. Dat is gewoon een goal. Ja, dat was eigenlijk wel op de goede hoogte. Maar niet in doel. Ik heb een hele mooie voor hem eigenlijk. Hij gaat vanaf de 16 rennen. En dan wanneer hij hier is, draait hij om hem een hakje te geven. Ja, dat wordt natuurlijk een finale. Ja! Gaat er gewoon in ook zeggen. Nou. Nog een doelpunt. Ja. Bo, en als laatste, hè. Heb ik toch even grappig, hè. Komt ie, jij moet zo. 10 rondjes. En dan vervolgens in een net schieten. In een net. Ja, dat is hem. Wow. Wow. Ja. Wow, toch doet je het. Toch doet je het. Wow. Hij gaat 12 keer. Nee, ik gun hem 10 keer rond de bal. Rondjes maken net als ik. En dan gaat hij vanaf de 16 weer aan. Zo'n rood en af. Alweer. Ja. Oh. En dan. Ik moet hem bijna inlopen. Daar is niet gelukt, hè. Dit was jammer genoeg alweer het eind. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Wij zijn helaas een beetje de tel kwijtgeraakt. Maar ja, wat zou het ongeveer zijn geworden? Laat het weten in de comments. En ja, vergeet ook zeker niet te liken en te subscriben. En te delen op social media. Dat zouden wij heel erg waarderen. En we are out.